Waar ben je mee bezig, Chris? Hiermee. En daarmee? Een groot raam. Dat moet een raam worden. Dit is een raam, dat is heel mooi glas, maar weet je wat het is? Als je dat ergens in het zit, dan kijkt er doorheen s'avonds, dat is het licht aan het binnen. Dus toen heb ik een nieuw gemaakt, wat hier hangt, en dan kijkt er niet doorheen. Dat is dus een glas dat je niet doorheen kunt kijken. Maar dit is eigenlijk meer deuren en zo. En, ja, heel mooi antiek glas. Maar goed. En dan moet je nog iets over dit ding vertellen, dat vind ik wel interessant. Over deze? Ja. Ja, dat is eigenlijk een raam. Daar zitten dus betekenissen in. Hè? Hieronder hebben we 12 blokken. Dat zijn de 12 apostelen. Bovenin dat is de drie eenheid. Vader, de Zoon en de Geest. De rode, dat zijn de alziende ogen. En dit is het universum. Dus die drie eenheid die heerst over het universum. Dat is gemaakt in België, in Antwerpen. Het schijnt heel bekend te zijn. Want het is van een heel bekende Antwerpse glazenier. Bij mijn zwager lag het op zolder. Want het komt uit een huis van zijn hero. Die had het in de... Herom Rombach. En die had het in zijn schuifdeur zitten. En toen is hij daar weggegaan en toen hebben ze eruit gehaald. En dat heeft bij hun op zolder gegooid. Het heeft er jaren gelegen. Was helemaal uit elkaar, helemaal kapot. Heb ik helemaal opnieuw in het lood gezet. En zo weer. Zo heb ik er dus twee, hè. Mooi, hè? Ja. Maar ik was ermee bij Jock en die wist gelijk wie dat was. Zo, knap, hè? Hij zegt van, oh, kom er dan uit te gaan. Ik zeg, ja, hoe komt er dan aan? Ja. En toen vertelde ik dat zo. En toen zegt hij van, nou, hij zegt, wat hij doet, wist gelijk. Hij herkende dat. Hij zegt... De Maria kopje blijft altijd mooi, hè? Ja. En dit is nog groter dan het in werkelijkheid is, hoor. Dus het is iets kleiner. Maar ja, dat blijft ook altijd mooi.